Heel vriendelijke jongen. En het is een redding. Ik kan wel van hem houden. Ik vind hem altijd oprecht. Wat? Ik ben er altijd nog trots op dat ik hem bij Zeeburgia weg heb geplukt. Ja, hij deed bijna alles wat ik denk dat een profvoetballer moet doen. Integer. Recht voor zijn raap. Nederig. Geen spelletjes spelen. Een keeper mag ook fouten maken. En dan moet je sterk in je schoenen staan om weer door te gaan zoals ieder ander doet. Deze atleet, Stanley Menzo. Zo 20 meter buiten zijn doel als vrije verdediger opereren. Schot Michel Falken en een schitterende redding van Stanley Menzo. Oude wisseling, de kopbal en dan prima reactie van Menzo. En daar ligt Menzo al lang. En Menzo stopt weer. Cruijff scoort niet, Menzo stopt. Toen ik hoofdjeugdopleiding was bij Ajax, had ik hem een keer zien spelen bij Zeeburgia. En toen hebben we hem uitgenodigd op het einde van het seizoen bij zo'n scoutingswedstrijd. En dan speelden we wit tegen blauw. En dan bij de stemmingen werd er dan met de scouts beslist nummer 1 blauw. Vier handen omhoog of 5. En bij Menzo gingen alle handen omhoog. De mensen om me heen die vonden het bijzonder, meer bijzonder dan ik het vond. Als je met je Ajax-tas liep, ja, of in de tram stond of zat of fietste naar de meer. Ja, dan merk je wel dat mensen je een bepaalde manier aankeken van, hé, dat is een speler van Ajax. Wat? Ja, jij moet zeggen, kijk, als ik nu ga staan... Voel mij. We speelden het eerste al van Ajax en we speelden in de vakantie gewoon buiten op straat voetbal. Gewoon op steen, met Rijkaard, met nog een paar jongens die ook betaald voetbal speelden. En dat was normaal voor ons. Johan werd coach, ik werd fysiotherapeut. Tot tegelijkertijd, maar daar was anders Gallier nog eerste keeper. Maar Johan hield van, toch meer van het type Menzo. Menzo die uit de goal kon spelen, dus ook aan de bal redelijk goed was. En die heeft toch van Menzo gekozen. Ik kwam 's morgens bij de club. In het spelersroom hoorde ik dat Hans ziek was en dat ik moest keeper. Ja, dan ga je gewoon keeper. Ik heb mijn wedstrijd gespeeld en het ging best wel aardig. Het tol gaat alleen en de eerste goede redding van Stanley Menzo. De kans voor Pietol. Opnieuw een goede ingreep van Stanley Menzo. Ik weet nog, ik woonde vlak bij het stadion. Ja, dan hoor je het geluid op de tribunes altijd van de supporters. Menzo. En nou stond ik eigenlijk zelf in het stadion met hetzelfde geluid. En dat was voor mij wel bijzonder, ja. Dat heeft wel iets met me gedaan, denk ik, ja. En deze man staat voorlopig in het doel bij Ajax. Ja, nu had je een stempel, had je naam gemaakt. Ook al waren het maar 2 wedstrijden, hoor. Maar men zag dat ik dit niveau aankom. Nu moet Ajax oppassen. Het schot van Koolhof, de redding van Menzo. En dat ik bepaalde kwaliteiten had, dat was duidelijk schijnbaar. En op de schouders gaat Stanley Menzo. En het lijkt volstrekt duidelijk. De strijd tussen Gallier, Storm en Menzo is voorlopig beslist in het voordeel van deze atleet, Stanley Menzo. We zijn nu op de Palenboer Vlinder. Een straat waar ik mijn 10e jaren heb doorgebracht. Samen met mijn vader en mijn moeder heb gewoond. Dit was dan mijn slaapkamer. Die 2 ramen hier, de rechter en de middelste. Ja, ik heb altijd een hele fijne plek gevonden. Ik bedoel, kijk ook hier voor ons. Ik denk dat ik mijn vader wel een soort van heb ervaren als streng. Maar nu als ik terugkijk, dan vraag ik me toch af van, was hij nou streng? Mijn vader die is niet zoveel met woorden. En dan ga je heel veel zelf interpreteren. En waardoor je misschien denkt van, oh, die is nu misschien boos of geïrriteerd. Zoals elk gezin zijn er pieken en dalen, denk ik. En ik denk dat ook zeker de spanning van het werk van mijn vader dat ook heeft meegespeeld. En dan misschien dat wij ook dat eventueel hebben gevoeld als hij stress had van werk, maar dat dan niet per se uitsprak. Menzo, en nog eens. Dat krijg je in dit soort spectaculaire momenten als Ajax alles op de aanval zet en Menzo boos is. Stanley was een perfectionist en dat kan wel eens in de weg zitten. Als hij een bal losgelaten had, maar helemaal geen goal werd, vond hij dat het niet goed gespeeld had. Menzo was te lief voor deze wereld. Hinten heeft de kans om 2-1 te maken, maar laat de kaas van kook even door Menzo. En ook Loelkijk krijgt er niet in. En het feit dat hij keeper was, maakte het niet voor hem gemakkelijk. Het mentale is een heel belangrijk onderdeel van het keeper zijn. He, dat je mentaal heel sterk bent of kan zijn. Als je te lang blijft hangen in je fouten, of dat je jezelf te veel de schuld geeft van dingen, want je natuurlijk je verantwoordelijkheid neemt, ja, is dat vervelend. Dus wat je nu ook ziet, dat al die topsporters hebben allemaal een begeleiding. Dat had voor Stanley dat ideaal geweest. Daarom, we zochten wel iets, maar goed, in die tijd, als je naar een psycholoog ging, dan was er iets mis met je. Wij hadden toen op een gegeven moment een soort mentale training. En dat werd door Lindel Ferro gegeven. Dat was een zangcoach. Als je zenuwachtig bent, is je ademhaling totaal anders. Dus door dat te controleren, hoop je zenuwachtigheid onder controle te krijgen. En dat werkt wel eens, ja. Naar aanleiding van Stanley heb ik later een mental coach aangesteld. Ja, dat heb ik wel helaas gemist. Ik denk dat als ik dat in mijn tijd had gehad, of meer had gehad, dat het misschien anders was gelopen. Dat weet je niet natuurlijk. Dus ook dat ik op een gegeven moment tot de conclusie kwam dat ik Stanley moest passeren. Dat had te maken met het feit dat de keeper bij Ajax het meest onder druk stond. En ja, als je dan fouten gaat maken en je niet tegen die weerstand van het publiek of van de media op kan, ja, dan wordt het moeilijk. Je bent altijd profvoetballer. Je bent niet alleen op het veld profvoetballer. Er is niet alleen maar druk als je de wedstrijd speelt. Er is altijd druk. Er is ook druk als je thuis bent of als je op straat loopt. Sommige mensen hebben daar hulp bij nodig. Tools die helpen om die deksel even eraf te halen en even te ontluchten. Je moet een beetje, ja, ook dat je dingen over je schouders kan laten glijden. Maar je toch weer over die weerstand heen zetten dat je top gaat presteren. Ja, dat was in die tijd te veel gevraagd voor Stanley. In Spanje hebben ze een mooie term, dat heet mala leche. Beetje klerenleier. Ja, wat een karaktereigenschap is die niet altijd prettig is. Die heb ik bij Stan niet kunnen ontdekken. Dus dat is een heel groot compliment eigenlijk. Het zegt eigenlijk alles over Stan. Maar dat was wel dat kleine beetje waardoor hij eigenlijk niet dat gekregen heeft wat hij wel in zich had. In één keer kwamen een paar jonkies, want dat waren we. Zo overtuigd is Kruijff van de kwaliteit van zijn jongere spelers. En een jonge trainer, beginnende trainer, die won ineens de Euro Cup 2. En dat was wel bijzonder, ja. Scholz of Menzo? Menzo. Sonny Suloy. Van Basten, het is 1-0! Ik heb altijd over nagedacht van waarom werden we geen kampioen in Nederland, maar wel Europees. Maar het was verrassend zoals wij speelden. Niemand kende dat zo offensief. Ja, in Nederland hadden ze het op een gegeven moment wel door, ja. En wisten ze ook dat ik ver uit mijn doel speelde, hè. Dat hadden ze wel door. Maar Europees kenden ze dat niet. Dus we waren heel verrassend Europees. Voorzet, gepakt door Menzo. Van de mee opgekomen Kreer kwam die voorzet. Anderhalve minuut in blessuretijd en dan vindt Anjolien het genoeg. Stanley Menzo, de doelman die school maakt. Als je met zo'n open tram, in de regen, dat wel. Door eigenlijk waar je bent opgegroeid, waar je hebt gevoetbald op straat. Waar mensen je kennen als jongen van de buurt die er op straat voetbalden. Dat mag je nu in een open tram doorheen rijden en je herkent mensen, je ziet mensen. Ja, dat was uniek. Ik ben zoveel mensen tegengekomen. Hè, van schoolvriendjes tot ouders die je kent, tot de groenteboer. En die staan te zwaaien voor jou in één keer. Ik denk dat het eerste moment is dat ik echt trots ben geweest op wat ik deed en wie ik was. Ik weet niet meer of hij die bal in de laatste minuut op die lat, of hij die bal nog aangeraakt heeft. Dat kan je misschien terug laten zien, want dan is hij heel belangrijk geweest. Maar ik weet niet of hij hem aangeraakt heeft. Dat je hem toch doorheen sleept, ja, dat is dat befaamde engeltje, het geluk, die avond hier. Hadden we gewoon massa. De coach doet het niet, het zijn de spelers die het met z'n elfen doen. En hij was daar heel belangrijk in. Hier Menzo die goed gespeeld heeft. Als je de Cup 3 mag winnen in Amsterdam, in je eigen stadion, dat maakt het wel bijzonder. Niet zomaar dat hij de Cup als eerste overhandigde aan Wim Jonk. En dat hij vervolgens Stanley Menzo ging knuffelen. Want Menzo heeft dit seizoen al wat over zich heen gekregen. Ja, die ellende kent Menzo. Die trapt hij dan weg, als hij dat op zijn weg tegenkomt. In mijn tijd in het tweede elftal van Ajax, of het C-elftal, heb ik wel eens in de provincie gespeeld en ja, dat was niet leuk, nee. Ik zie die bananen nog over die kool komen. Dat was verschrikkelijk. Vond ik walgelijk. Dat was discriminatie van de eerste orde. Daar heb ik echt slapeloze nachten van gehad. Ja, dat is onderdeel van bewustwording, van het bewustwordingsproces. Dat je dit gaat meemaken, dat dit een onderdeel is van, was, of steeds is, van de voetballerij. Menzo klaagt. Toch ook waanzin. Vervelend is dat het zo langzamerhand gewoon wordt gevonden. Dat iedereen eraan voorbij moet gaan, omdat er anders helemaal niet doorgespeeld wordt. Ja, ik vind dat gewoon gruwelijk. En ik kan me er niet bij voorstellen hoe hij zich heeft gevoeld. Huizing met de kans op de gelijkmaker. Schitterend Menzo uitgespeeld. Het is 1-1. Je voelt je echt klein. Je voelt je echt... Dus eigenlijk een vernedering eigenlijk. Ja. Je wordt een beetje vernederd. En dat zijn momenten waarvan ik weer zeg van... Was ik maar veldspeler geweest? Dat kon ik er van me afspelen. Toen ik jonger was heb ik wel wat dingen meegekregen. En eigenlijk pas recent ja, dat ik meer meekreeg van ja, wat hij eigenlijk heeft moeten doorstaan als jonge voetballer. Ik kan me niet herinneren dat dat een heel groot thema bij ons was. Nee. Ik had altijd wel het gevoel dat hij zich niet liet beïnvloeden daardoor. Althans, het was niet zichtbaar. En anders heeft hij het heel goed kunnen verbergen. Ik weet natuurlijk achteraf dat dat natuurlijk een enorme invloed op me heeft gehad. En dat kan ik me ook nu beter voorstellen als dat het toen was. Voor Stan zelf, als je natuurlijk aan een kant staat waar natuurlijk heel veel mensen achter de goal, hoor je ook alles, denk ik. Als je daar ja, gevoelig voor bent, en dat hangt denk ik ook van de persoon af, ja, dan kan het lastig zijn en kan het jou uit je ritme halen. Toen werd het al minder over gesproken. Ja, toen werd er minder ophef over gemaakt en nu wordt er meteen ophef en we moeten weer wedstrijden staken en zo. Maar vroeger werd het eigenlijk maar een beetje voor zoete koek aangenomen. Ja, en wellicht ook dat hij daardoor niet zoveel zei over werk. Had ik maar een tool gehad, die ik nu wel heb, om dit soort dingen te kunnen, opzij te kunnen schuiven. Want het heeft heel veel energie gekost. Dus had je er anders mee leren omgaan, had je misschien meer vreugde gehad, had je dat opzij kunnen schuiven. Weet je, en dat kan ik redelijk goed nu. Ik had nooit het gevoel dat het bij hem zo groot was. Dus als dat dan achteraf wel zo is, dan vind ik het jammer dat we dat, ja, dat toen niet daar wat meer in hadden kunnen doen misschien. Ja, lastig. Dat is een minder leuke periode geweest of minder een leuke kant geweest van mijn carrière. En daar heb ik het, ja, ik wil zeggen liever niet meer over, maar ik heb te veel mooie dingen meegemaakt om dat te laten overheersen. Het overheerste toen. En ik wil niet dat het nu weer overheerst. Zelf weer pijn doen, nee, dat hoeft niet. Het doet geen pijn hoor, maar het, ja, ik praat liever over leukere dingen. Maandag op de foto, ben je er klaar voor? Nee, want ik moet eerst aan de kapper toe, want het zit nog niet helemaal goed zoals ik wil. Oké. Okay. Stanley had een geweldige stijl. Al zijn bewegingen waren eigenlijk mooi. En daarnaast had hij natuurlijk een enorme uitstraling. Stanley Menzo. Ja, vertel die jongen. Ook in die tijd ging het natuurlijk ook wel meer en meer over de kleding. De voordelen van kleding, de nadelen van kleding. Ja, ik was sowieso al een ijdeltuit. Ik vond altijd dat ik er goed uit moest zien. Ja, dan ging je kijken, wat staat je goed? Maar heeft het nog een bepaalde effect? Dat ik dus bij Ajax kwam, had Stanley zoiets als dit aan. Als je in één keer geel voor je ziet, ja, dat schrikt misschien. Daar ging je naar kijken en zo gingen wij erover filosoferen en nadenken. We gingen het uitproberen. Dus er moest heel veel kleur in zitten, dat vond Stan ook prettig. We hadden gesproken over strepen. Lengtestrepen maken je langer. Breedte strepen maken je breder. Dus we hebben diagonale strepen genomen, waardoor hij langer leek. En ook nog breder en groter. Of het nou zo is of was, het zal wel ietsjes, maar... Ik denk dat misschien wel iets had uitgemaakt. Steekpaasje Romario, die even ontsnapt was aan de attentie van ditmaal Larsson. Dan komt er opeens dat shirt tevoorschijn. Misschien boezemt er toch een beetje angst aan die aanvallen. Ik vond het onzin. Ik denk dat de oriëntatie van Stanley veel belangrijker was dan het shirt. Toch wel? Ja, dat hoop ik maar voor hem ook. Daar komt Eikelkamp. En daar ligt Menzo al lang. Goed gepakt. Stanley kwam zelf ook aan met volleybal, voetenwerktraining bijvoorbeeld. Hè, van toen de tijd het beroemde bankrasmodel. Ik zag bijvoorbeeld een smash van een aanvaller. Een speler die hem gewoon van de grond weghaalde. Hoe stonden zijn voeten? Hoe kan hij zo snel reageren? Die hadden een bepaalde stand van hun voeten. Die stonden een beetje meer aan de binnenkant waarschijnlijk om af te zetten. Ging je je voetbalschoenen aanpassen en extra op aan de binnenkant van je schoen. Omdat je daar meer afzet nodig had. Het schot van Bosman en de redding opnieuw van Menzo. Die Ajax die voor de derde keer op de been houdt. Dat was leuk. Je was met je vak bezig. Je was met jezelf bezig. Om maar beter te worden, maar beter te worden, maar beter te worden. Ik denk wel dat ze het vaak gedacht hebben. Dan heb je hem weer. En die slaat Menzo er zelf in. Troost van de scheidsrechter. Ik had altijd wel respect voor Stan die altijd met lef keepte. Met durf keepte, ja, dan ga je ook wel eens de mist in. Menzo zal hier de schuld voor op zich nemen. Er was een serie aan momenten dat Stanley dat had. Daar heeft Lobby ook met hem over gesproken. Chivo met rechts. Menzo los 1-1. Kassenbrand. Het hing natuurlijk al een tijdje in de lucht, die goal. Het schot van Chivo. De fout van Menzo. Topsport gaat natuurlijk om winst. En je moet blijven winnen. Dus als jij vindt als coach dat de resultaten achteruit gaan door bepaalde spelers in jouw elftal, ja, dan moet je ze toch wisselen. Als je tenminste spelers hebt die op dat moment beter zijn dan degene die in het elftal spelen. Dat was met Stanley niet het geval, daarom was het zo moeilijk. En voor hem is het de eerste test op internationaal niveau sinds hij tot de nummer 1 in het doel van Ajax is uitgeroepen na die derde goal van Ozer 13 jaar geleden. Het is nooit leuk om je plaats kwijt te raken, maar je weet dat ik heb ook iemand zijn plekje ingepikt. Je weet dat het ooit een keer gaat gebeuren of kan gebeuren, dus het moment zelf was voor mij een opluchting. Ja, ik stond heel veel druk op mij. Ja, dan ben je van die druk af. Dan hoef je niet elke week weer te verantwoorden waarom je zo hebt gespeeld of zo hebt gespeeld. Ja, dat is een moeilijke beslissing. Dat is niet makkelijk. En zeker niet als het, zoals ik dat noem, een lieve jongen was. Toen duidelijk werd dat Edwin gewoon nummer 1 was en bleef, wilde ik inderdaad weg. Ik zei van ja, ik wil voetballen. Dat begreep Ajax ook wel. Ik heb toen een PSV gehad, 2 jaar, ook weer je plek kwijtgeraakt, omdat toch niet alle rotzooi eruit was. En toen 2,5 jaar fantastisch gehad in België. Bij Lierse. Lierse, kampioen geworden, beker gewonnen. Toen meldde Ajax zich weer in 99 jaar. Het had mooi geweest als ik Edwin weer had kunnen opvolgen. Menzo ziet die bal te laat komen. Menzo in het doel omdat Grim in de eerste wedstrijd tegen Aston Villa speelde. Dat heeft misschien wel meer pijn gedaan in mijn carrière. Dat ik niet meer voor Ajax kon spelen. Ik heb wat vriendschappelijke wedstrijdjes gespeeld. Maar ik heb geen enkele officiële wedstrijd meer gespeeld. Het was voor mij klaar. Ik had in mijn hoofd iets van... nee, het is genoeg geweest. Mentaal ook op? Ja, denk het wel, ja. Voorafgaande aan de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard moet tegen wil dank afscheid genomen worden van Stanley Menzo. Hij is nog immer immens populair. Ik kwam hier terug 3 maanden geleden en had ik meer verwacht, meer gehoopt. Dus het heeft helaas niet zo mogen zijn. Ik wil alleen 1 ding zeggen. Ik ben trots om Ajax te zijn. Dankjewel. Heb je wel genoeg waardering gekregen voor je gevoel? Jawel. Jawel. Ja. Ja, ja. Kijk, waardering is niet altijd als iemand zegt wat goed. Of waardering zit hem in hele kleine dingetjes. Hoe mensen met je omgaan, hoe mensen met je praten. De positieve dingen die mensen over jou zeggen. En ja, als je nu bijna 60 bent en men heeft het nog steeds over de carrière van Stanley Menzo, zoals nu, ja, dat is een stukje waardering. Als je er nu zo over terugpraat, weet je, dan zeg je van ja shit, maar daar had ik ook van, hè, ik had daar ook kunnen genieten of dat was ook mooi geweest. Maar ik zat toen toen met andere gedachten op dat moment, maar ja, terwijl anderen aan het feesten waren, zat ik met ja, maar dit of dat. Dat ik te veel bezig was mezelf druk op te leggen om het goed te doen. Maar als het goed is, is het goed. En het was goed, het was vaak goed. En op het moment dat het niet goed was, ja, daar maakte ik me dus te druk om. En wanneer ben je gaan beseffen dat het vaak wel goed was? Na mijn carrière. De mens die ik nu ben, nou, daar ben ik wel trots op. Ja. Ik ben niet de makkelijkste, maar ik ben geen slecht mens.